Mag ik naast je staan? Ja. Die lok die benen en spreid en sluit. Leg neer, houd de knieën recht. En omhoog en omlaag. En draai en draai. Lasse, hoe zit het met jouw fantasie? Mijn fantasie? Jouw fantasie. Vroeger was mijn fantasie erg goed. Tegenwoordig wel minder, denk ik. Okay, ja, dan moet toch even terug naar vroeger. Want kan je indenken dat we nu langs het veld staan en we staan op het punt om te beginnen met een WK-wedstrijd? Kijk om je heen, dit verandert nu in een echt veld. Ah, dat zie ik zo voor me. Dat zie ik. Ja, dat zie ik voor me. Dat zie ik zo voor me. Ik kan zo wegdromen. We zijn in Rusland en je team staat op het punt om te gaan beginnen. Maar voor de wedstrijd is er altijd een warming-up. Voor de warming-up zijn er veel spelers met wedstrijdrituelen. Heb jij die? Nee, ik denk eigenlijk dat ik een van de weinigen ben die dat niet heb. Ik ben niet zo van eerst de linkerschoen en dan de rechter, dat maakt mij niet uit. Nee. Het is elke keer anders. Het is eigenlijk elke keer anders, ja. Ik hou daar niet van. Als je dan een keer wat vergeet, dan ben je helemaal in de war. Dan kan je niet spelen. Dus dat heb ik eigenlijk niet. De wedstrijd gaat zo beginnen. En voor de wedstrijd heb je de warming-up. Ik wil met jou de warming-up doen van Denemarken. Is goed? Ja. En omhoog en omlaag. Je gaat eerst alleen? Eerst alleen een warming-up doen. Zullen we het doen? Ja. Ja, dat gaan we doen. Gaan we wel met het hele team, hè? Een beetje heen en weer lopen. Andere kant. En dat doen we dan allerlei oefeningen. En daarna dan doen we wat sprintjes, is het vaak. Als de aanvoerder gaat dan, weet je, ons een beetje, dan gaat hij zeggen van door en dan stop, terug. En dan gaan we wat sprintjes doen. Dat gaan we nu niet doen, denk ik. Maar dan scheuren we alles af, of niet? Dus je bent gewoon heen en weer aan het lopen? Ja, dan ga je een beetje hakkenbillen doen. Hakkenbillen, ja. Een beetje de sfeerproeven van het stadion, toch? Dus het zal wel niet zo vol zijn, maar... En een beetje arm zwaaien. En ben je dan echt, bezig met die wedstrijd zo van... Of kijk je ook even in de tribune of er bekende mensen zijn? Nee, dat zie je niet. Als je eenmaal op het veld bent, dan kijk je eigenlijk de tribune niet in. Nee? Nee, nee. En in Rusland zal er wel niet veel Denen zitten, denk ik. Het is een hele reis, maar... Nee, dan ben je wel, als je met de warming-up bezig bent. Als je echt op het veld staat, dan kijk ik eigenlijk vrij weinig naar de tribune. Ben je echt met je spieren bezig? Ja, ik ben een beetje met de wedstrijd bezig. Ik ben eigenlijk, het is heel gek. Deze? Tunnelvisie? Ja, ik ben eigenlijk, het heel gek is, het maakt niet uit wat voor wedstrijd het is. Ik ben eigenlijk, tot we het veld opgaan voor de warming-up, daarvoor ben ik eigenlijk heel relaxed. Dan ben ik eigenlijk zo van, ik ga vandaag spelen, weet je. Zo ben ik, en als ik eenmaal dat sfeer proef in het stadion, dan ben ik er. Het is heel gek, maar daarvoor kan ik me niet zo druk maken van alles. Je hebt geen last van zenuwen? Nee, nooit gaat. Hey, lekker hoor! Oké, one touch. Oh, lekker. Ik doe wel van tevoren wel rekken oefeningen voor het veld opgaan. Voor? Ja, ik ben bijna 32, dus je moet wel van tevoren moet je wel een beetje. Ja, maar Lasse, ik zei net, hoe gaan we beginnen? Je begint met rennen. Nee, ja, als we het veld opkomen. Je rekt in de kleedkamer? Ja, daar heb je zo'n... Dan word je uit elkaar gehaald. Nee. Eerlijk zeggen. Ik ben altijd meestal eerlijk. Meestal. Nu moet je eerlijk zijn. Okay. Heb je wel eens een klein pijntje tijdens de warming-up, omdat je denkt... Ik vind het niet fijn nu, maar ik weet niet of ik dat gelijk wil zeggen. Een klein pijntje. Ik heb eigenlijk altijd pijn als ik speel. Wat is voor jou de ideale warming-up? Kort en krachtig. Kort en krachtig, oké. Dat was kort en krachtig. Je hebt wel eens spelers die eigenlijk helemaal niks willen doen. Maar ook gewoon echt niks. Ja. Vind je dat het moet kunnen? Ah ja, het is natuurlijk wel... Wat het wel is, de voetbal... Voetbalrij wordt wel heel erg altijd een beetje, word je altijd als groep zijnde doe je veel dingen. Maar eigenlijk moet je naar de individu kijken van wat heeft hij eigenlijk behoefte aan. En iedereen kent die legendarische video van Maradona natuurlijk. Maar eigenlijk een beetje in
En muziek erbij, hè? Ja, die wordt erin gezet. We maken je geen zorgen. Baby, ja, ben meer als Hugo. Voor jouw sauna, die warme bul je postaren. Baby, ja, ben meer als Hugo. Snakker, ik kan niet tegen lullen als Spanje. Ja, ben maar meer als Hugo. En naar de binnenkant en de buitenkant. Wij gaan nu two-touch spelen. Two-touch. Dus hoog houden naar elkaar, verplicht twee keer raken. Je kent het spel. We gaan alleen een andere dimensie eraan geven. Je hebt drie thema's waar je uit kan kiezen. Tijdens de twee keer raken moet je iets van dat thema benoemen. Jij mag het thema uitkiezen. Het kan zijn WK-landen, die nu dus deelnemen. WK-spelers alle tijden. Of de WK-spelers die nu meedoen. Je gaat nu gewoon tactisch nadenken? Ja, ik moet toch wel een beetje. Nou, laten we het dan doen van WK-spelers. Maar van vroeger, zeg maar. Alleen, dus mag niet van nu? Niet van nu. Niemand die nu meedoet mag je noemen. Verliezer krijgt een piek op de oor. Jazeker. Je zit al te denken, ik zie je. Ik probeer eigenlijk al een paar op te bouwen. Oké. Je zit naar al die oude Deense voetballers te denken. Ja, maar je zit er bijna bij nooit bij. Oké. Ja? Begin rustig. Ja? Kom maar. Dus ik moet gelijk één noemen nu als ik heb. Ja. Roberto Baggio. Johan Cruijff. Romario. Oh. Van Hanegem. Mikel Laudrup. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Brian Laudrup. Rivaldo. Peter Schmeichel. Zidane. Oh, Frank de Boer. Van der Sar. Ronald de Boer. Aron Winter. Van der Sar. Platini. Leonardo. Oh. Ronaldinho. Ga voor. Hey, je moet ook nog ook. Ja, matig. Hey. Dankjewel. Oh ja, ja, hey, wel hard, hè? Ja, hè? Wie niet? Oh, if nice. Lasse. Jij bent de man van de fantastische vrije trappen. Ik neem eigenlijk de ballen liefst in de wedstrijd. Ik weet niet, ik ben niet zo van het... In training is het toch anders. Weet je, in een wedstrijd heb je die muur, maar je kan ook je eigen spelers gebruiken om de muur op te vullen. Om een zicht nog slechter te maken van de keeper. Ik heb een beetje die druk nodig. Ik weet niet wat het is. En ik vind die wedstrijd is het lekker waar je een beetje met die... je spelers omheen en een beetje het publiek en zo, dat heb ik soms een beetje nodig. Maar oefenen doe ik regelmatig, moet ook. Als je deze mist, moet je 40 rondjes om het veld. Is dat druk genoeg? 40 maar? Hey. Leg neer, houd de knieën recht. Oh. We zijn in het stadion van warming-up, openbaar, een soort van openbare training. Maar nu is het tijd voor de besloten training. Let's go. Nou. Ik ben benieuwd waar jij zit. Wij gaan zo naar binnen. Jij gaat als eerst naar binnen. En dan mag jij bepalen waar we gaan staan. Oké. Oké. Waar gaan we staan, Lasse? Nou, ik denk dat wel... hè? Een logische keus, denk ik. Het zou gek zijn als ergens anders staan. Ja. Wat betekent het voor jou om voor Denemarken te spelen? Nou, dat betekent heel veel. Ik denk dat elke droom is voor elke kleine jongen waar je ook vandaan komt om ooit van je land uit te mogen komen. En, dus dat is zeker iets heel groots. Kan je nog herinneren dat je voor de eerste keer werd gevraagd en wat deed het met jou? Ja, al in de jeugd, toen je de eerste keer werd uitgeroepen van een jeugd, dat was dat groot natuurlijk. En toen je dan eenmaal werd uitgenodigd voor het echte elftal, zeg maar, dan dat doet wel wat met je. Dat ben je super trots natuurlijk. Je belt gelijk familie en vrienden op. En dat is wel een heel bijzonder moment. Hoe gaat Denemarken eruit zien tijdens het WK? Zijn de straten vol? Nou, ik denk wel dat het is natuurlijk
Nou, Denemarken kunnen we wel een feestje bouwen. En, ja? Ja, ik denk wel dat ze van tevoren ergens in een café te vinden zijn. Wat staat er op tafel? Nou, op tafel staat het bier, hè. Scandinavische landen. Dat is even, ook geen water, geen eten, er staat gewoon bier. Maar nee, het is van alles. Vriendengroepen, families. Het is niet iets standaards. Als jullie winnen, dan gebeurt er in Denemarken dit en dit. Je hebt de bekende toeterverhalen. Nee, dat hebben wij niet. Nee, dat niet. Nee, nou, nog meer bier ingeschonken, denk ik. Hoe trots is jouw familie dat je speelt voor Denemarken? Ja, die zijn wel heel trots. Wie is de grootste fan binnen de familie? De grootste fan? Nou, ik denk dat... Ik denk dat mijn zoon wel en natuurlijk wel een grote fan is. Maar ik denk ook dat mijn vader wel een grote fan is. Hij is een hele rustige Deen. Hij zou het ook nooit uitgebreid zeggen, maar... Vaak is commentaar hier en daar is al genoeg om te weten wat hij voelt. En dat vind ik wel mooi. Zo is hij ook eigenlijk ook altijd geweest. Wat is de kracht van jullie team? Nou, het team, een eenheid. We hebben één iemand middenveld lopen die op dit moment in Engeland ook erg goed doet. Natuurlijk mijn oud teamgenoot Christian Eriksen. Dat is natuurlijk wel onze verdette. Dat is onze jongen waar het om draait. En daarnaast hebben we gewoon gewoon een heel goed team. En natuurlijk heb je ook genoeg kwaliteit, maar ook echt als team. Dat is eigenlijk de bondscoach zit er nu. Het is een eerste kwalificatie eigenlijk reeks met Denemarken. En wat hij eigenlijk op heeft gehamerd is eigenlijk een team van maken. Want we kunnen niet tegen die grote landen natuurlijk met hun sterren. Dus daar moet je echt een team van maken. Heeft hij heel goed gedaan. En we werken hard voor elkaar. En dan zie je maar wat je kan bereiken. Hoe kritisch is de Deense Bert Maudrink? Wat wie? De Deense Bert Maudrink. Hoe kritisch te zijn? Heel erg. Ja? Ja. In het algemeen ook? Ja. Ja, dat zou niet zeggen, maar Deense mensen zijn heel kritisch. Het is eigenlijk wel een beetje te vergelijken met de Nederlandse. Het is eigenlijk... Het is vaak niet goed genoeg. Dan komen we nu aan op een van de meest emotionele momenten. Het volkslied gaat beginnen. Je weet dat die camera langs jouw hoofd gaat. Ik wil even zien hoe jij dan kijkt. Dan is het even. En natuurlijk mee. Ja. Niet te hard meezingen, maar wel meezingen. En nee, we zingen wel. We zijn wel van het. Dit is niet zeg maar Italië met. Of wat als het in Brazilië was. Met tranen in de ogen. Ja. Dat is. Zo ver gaat het vaak niet. Maar het is wel. Iedereen zingt wel mee. Wie wint het WK? Denemarken. Wie wordt topscorer? Christian Eriksen. Wie wordt de beste speler van het WK? Lasse Schöne. Was getekend. Moet ik dat? Kan me niet inhouden. Je wil gewoon alleen maar Denemarken. Ja, tuurlijk. Nee, maar goed. Ja, is dat iets, dat competitieve, dat van, ja, nee, natuurlijk weet je dat je een underdog bent, vergeleken met de grote landen. Maar je moet gewoon uitspreken, Denemarken, Christian Eriksen, Lasse Schöne. Ja, nee, op zich hoeft dat niet. Maar nee. Ik vond het wel even leuk. Toen ik mezelf noemde, klonk ook wel erg gek in mijn hoofd. Ik ken hem. Ik ga het doen, hoor. En die heet... Ik weet niet meer hoe het nummer heet. Ik weet niet meer hoe het nummer heet. Ik ook niet. Ja, maar dat is een van die Deense nummers. Dat is zeg maar... Maar eigenlijk
moeten nog een heel belangrijk iets doen. Loop met me mee. Nederland doet niet mee. Dit is jouw moment, de mensen die aan het kijken zijn, maar ook iedereen hier, even om te kopen, zodat ze voor jullie gaan zijn natuurlijk. We gaan ze even wat ijs geven, kom. Dat lijkt me een goed idee. Hey. Voor Denemarken? Ja, voor Denemarken. Ja, wat zou je willen? Hebben we smurfijs? Ja, ja, zeker. Alsjeblieft. En voor wie ben je? Ja, uitstekend. Ja, ook een smurfijs. Want dat blauw is niet goed voor jullie, jongens. Bij deze wil ik het laatste woord aan jou geven. Nou, ik roep alle, de hele Nederlandse bevolking op om Denemarken te steunen. We hebben jullie nodig. We hebben 6 miljoen inwoners, dus alsjeblieft een beetje Denemarken steunen. We hebben jullie hulp nodig en wie weet, misschien zou ik wel, worden wel een hele mooie zomer voor Denemarken. Dus, maar geniet vooral voor het mooie voetbal van BK. Al dus de ijskomer. Ziezo, dat was het dan weer. Dames en heren, tot een volgende keer.